die ons bezighoudt. De Beatles, en dan nu. Ja, het is weer, ik ga weer even met mijn vinger naar die knop hier, want het is weer zover. Ah, je ziet hem daar staan met die immense bril. Wie heeft een grote bril? Het is Parabbering. Wie staat er op het plein? Het is Parabbering. Wat doet hij dat toch fijn? Het is Parabbering met zijn grote bril. Ja, die Paul Rabbering staat er weer bij tussen Bert en Ernie en Elmo die net hier in het huis stonden. Op de zeepkist, die Paul Rabbering. Goedemiddag, Gerard. Goedemiddag. Och, en de sfeer is zo ongelooflijk goed op het plein hier. Leiden, laat je eens horen. Dat zijn allemaal kleine kinderen. Nou ja, de een is wat groter dan de ander. Eigenlijk staat het vol met vooral ook volwassenen. Maar dat heeft natuurlijk een hele belangrijke reden. Want Sesamstraat staat op het podium en doet hier een paar dansjes. Straks kun je op het podium dansen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk alleen voor de allerkleinste. Zoals u, mevrouw. Ik ben niet zo heel lang, dus het mag. Kom er maar gezellig bij staan. Oh, het gaat natuurlijk om u. Wat is het van u? Een kleinkind. Hallo. Ze is nog niet zo oud, hè? Nee, anderhalf. Ze staat er helemaal klaar voor. Ze kijkt met grote ogen naar Bert, die al inmiddels wat kinderen om zich heen heeft. Het gaat een heel mooi dansspektakel worden. Ik ga even van het podium af, want Voort weet straks wel ook te dansen. Ik denk dat we hem gaan doen. Is iedereen klaar voor Boekeroe? Nee, jongens, dat klinkt meer als boegeroep. Is iedereen klaar voor Boekeroe? Zo gaat het goed. Laten we hem starten. En op het podium is hier Sesamstraat. Oh, met kindjes erbij die een beetje loskomen, Gerard. Het begint al flink te Ja, klappen. Ik zie het hoor. Ik zie het. Zo'n aanstekelijk nummer natuurlijk. Jij zingt het altijd, hè, Paul? Ik sluit dit naar mijn werk altijd. Precies. Je handen is de lucht in. Die lucht in. Die handen in. Waar zijn die handen? Handen die lucht. Waar zijn die handen? Handjes. Dan vingers in je neus. In je neus. Ja, ja, ik weet het. Dat is de boekeroe. Dat is de boekeroe. Het is een vreemd liedje, Gerard. Ja, joh. En er komen steeds meer kinderen het podium op, foto's worden gemaakt. En er wordt natuurlijk flink voor gelapt. Er wordt flink voor gelapt. Dat moet ook Rode Kruis lopen met bakken door het publiek heen. Ja, ja. Nee, Paul, ik vind het fantastisch. Ik dacht het al. Dit van jouw danspartje. Ik vind dat je ook even je vijf danspartjes moet doen. Ja, je Backstreet Boys 5 MC Hammer dingen. Laat u nou even, Paul. Laat nou even zien aan die mensen daar hoe goed jij kan dansen. Kijk, die Paul Rabbering is gaan, jongens. Graag. Kijk hem toch eens even gaan. Leuk, Gerard. Met zijn grote bril, dat is toch fantastisch. We kunnen eruit, hoor. Ja, ik was er al bang voor. Ja, ik was er al bang voor. Je moet sommige dingen op het hoogtepunt stoppen. Als Paul gaat dansen, dan denk je, nou, misschien is het mooi geweest. Nou, dankjewel die Paul Rabbering. Hij staat hier de hele middag op het plein. Dus klamp hem aan. Raak zijn bril aan. Vindt hij leuk ook. 25 euro binnen gewacht door Yolanda. Yolanda! Schreuders uit Roosendaal voor de Big Brothers. It's my pleasure to introduce you all.